Wie? Wat is dat nou? Ik zie plots een lopende ster. En hij ook nog behoorlijk snel. Daar moeten we wat meer van weten. Ja, zijn ster die kan blijkbaar bewegen. Oftewel, de snelheid van een ster, daar gaat het een keer over. Nou, duidelijk geen ster, maar het ging erom wat je hoorde. Je hoorde de klakson van de trein. En toen de trein aankwam, was die klakson hoger van toon dan toen hij wegging. En dat noemen we Doppler effect en daar gaan we even naar kijken. In plaats van een trein nemen we even een willekeurig trillingsbron. Het kan geluid wezen, maar het kan ook licht wezen. En als je stilstaat, dan zul je zien dat de frequentie overal gelijk is. Ja, het verdeelt zich overal mooi egaal. Oftewel, die frequentie die is constant. En dat betekent dus ook dat de golflengte constant is. Want ja, golflengte is V gedeeld door F0. Een stilstaande bron dus. Als die bron nu beweegt, heb je een hele andere situatie. Kijk, hij gaat van links naar rechts en zie je dus dat aan de voorkant de golven ingeduwd worden en achter ja, zijn ze uitgerekt. We zullen het eventjes stilzetten, even daar in het midden. En dus, als je daarvoor zit, de bron komt dan naar je toe, dan zul je dus een hogere frequentie waarnemen qua geluid. Of hogere frequentie is natuurlijk hetzelfde als een kleinere golflengte. Aan de andere kant, als de bron van je afgaat, dan zul je juist een lagere frequentie waarnemen, oftewel de golflengte wordt groter. Kortom, de golflengte is afhankelijk van de snelheid van de bron en ook of de bron naar je toe komt of van je afgaat. En dit is meneer Doppler. En het effect wat we zo net hebben bekeken, dat wordt het Doppler-effect genoemd. En met Doppler-effect kun je de snelheid van die bron bepalen met behulp van deze formule. Nou, die formule gaan we even iets beter bekijken. Wat is het allemaal? De snelheid van de bron, de golflengte van die bron als hij stilstaat, delta, lambda, verschil in golflengte, dus hoeveel is hij toegenomen of afgenomen, en c tenslotte is de lichtsnelheid. Natuurlijk weer Binas 7. En op die manier kun je de snelheid van een bron bepalen. En dat geldt ook voor een ster. Een ster is in feite ook een bron van trilling, namelijk van licht. En als je stilstaat, dan heb je deze golflengte. Als de ster naar de aarde toe beweegt, dan wordt dus de golf ingeduwd. En betekent dus dat de frequentie toeneemt. En als hij van je afgaat, dan zal dus de golflengte uittrekken en dan neemt de frequentie af. Als je dat naar kleuren bekijkt, deze, ja, een toenemende frequentie, ja, betekent dus dat de golflengte kleiner wordt, dan betekent die kleur dat het naar de blauwe kant toe gaat. En we noemen dit dan ook een blauwverschuiving. Dus als de kleur naar blauw verschuift, dan weet je van, goh, die ster komt naar je toe. En omgekeerd. Ja, als de frequentie afneemt, de golflengte neemt toe, dan heb je dus een rood verschuiving. En we kunnen dit gebruiken bij de spectraalanalyse. Stel je voor, we kijken even naar de zon, naar onze eigen zon. En we kijken ook naar een ster die behoorlijk ver weg is. Lijkt ontzettend veel op de zon zoals je ziet, maar de lijnen zijn verschoven. En die lijnen zijn verschoven naar de rode kant toe. Dus de ster die verwijdert ons van ons af. Ja, met welke snelheid doet hij dat? Nou, dan kun je bekijken van hoeveel is een golflengte opgeschoven. Delta lambda. En dat kun je gebruiken om de snelheid te berekenen. En let op, lambda zelf is de golflengte van een stilstaand trillingsbron. En dat is voor onze aarde natuurlijk de zon. Ja, dus dat is de golflengte van een bron. En dat vul je in en dan krijg je dus de snelheid van de ster ten opzichte van de aarde. Maar let op, dit hoeft niet dé snelheid te zijn van de ster. Want wat je meet is de snelheid van de ster die van ons afbeweegt. Maar die ster kan ook best natuurlijk ook nog een snelheid die kant op hebben. En dan krijg je dus
dat je in feite twee snelheden hebt. Een snelheid in de richting van onze aarde en een snelheid loodrecht op die richting. En de totale snelheid is dan die twee snelheden opgeteld, natuurlijk met de parallelmethode. Die loodrechte snelheid wordt de tangentiële snelheid genoemd. En die andere snelheid is eigenlijk veel belangrijker, want die kunnen we waarnemen. En dat noemen we de radiale snelheid. Nou, dus de snelheid van Doppler-effect, dat is de radiale snelheid. En dat wil niet zeggen natuurlijk dat de ster niet een andere snelheid heeft. Maar dit is de snelheid waar hij van ons af beweegt. Zo, ik bedoel, hey, wat is dit? Oh, dit was het weer. Bedankt voor het beluisteren en tot ziens.